En dat is iets heel bijzonders, iets nieuws, iets ijzigs, iets verrassends. Namelijk ijsfondue. En daar zorgt Koen Gillis voor. Goedemorgen, Koen. Goedemorgen. Jij allereerst gefeliciteerd. Dank natuurlijk. Want jij hebt de Horecava Innovation Award 2012 maar liefst gewonnen. Ja, tweemaal maar liefst. Tweemaal. Asociaal, ja echt. In twee verschillende categorieën? Twee categorieën. Eén categorie concepts en co-creations. En de overall categorie. En beide waren juryprijzen, dus... Fantastisch. Dat is natuurlijk heel mooi. En ik ben echt super trots dat jij het hier laat zien. Voor de eerste keer wordt dit aan het publiek tentoongespreid. Want ijsfondue, hoe gaat dat? Nou, ijsfondue is ijstappas maken in stikstof. Wat zeg je? Ijsfondue is ijstappas maken in stikstof. Ijstappas, ja. En ijstappas, ja, dat is een term die ik eraan gegeven heb. Dat zijn eigenlijk kleine ijshapjes. Ja. Hoe gaat het nou in zijn werk? Ja. We prikken een stukje fruit. Nou, Myrna, ik denk dat jij van de aardbei bent. Ja. Je gaat het gewoon zelf doen. Ik ga het dat zelf is natuurlijk doen. Het leukst. Wat ga ik doen? Wat zit hierin? Allereerst, wat een prachtige schaal is dit. Ja, dit is een schaal die hebben we gemaakt met behulp van een kunstenaar. Daar ga ik nu even stikstof in doen. Ja. En... Maar wij thuis kunnen dit in principe niet, nog niet. Nog niet, nog hè? Niet. Nog niet. Als meneer Blokker nou naar me toe komt morgen, dan valt er over te praten. Maar dit kunnen we dus wel in restaurants inmiddels straks? Bijna 30 restaurants in Nederland en 5 restaurants in België kun je dit bestellen. Ja. Er zit er 1 in Leusden en in Bussum hier in de buurt. Ja. Nou, alle informatie zetten we zo op onze site. Kijk, dit is al spectaculair natuurlijk, als dit op je tafel komt te staan. En is dit niet giftig uiteraard? Nee, het is zelfs een van de bouwstenen van het leven. En dat is heel mooi. Mensen, stikstof heeft eigenlijk een heel slecht imago, maar zonder stikstof kunnen wij niet leven. Nee. 80% om jou heen is nu stikstof. Plantjes gebruiken het om zuurstof aan te maken. Dus ja, het zit eigenlijk in onze hele cyclus stikstof. En is het, ik hoor altijd dat stikstof eigenlijk gevaarlijk is in die vorm dat het... Want het is, hoeveel graden is dit? Min 196 graden. Min 196 graden! Maar dan krijg je brandblijf. Wat? Je moet het even vergelijken met hete thee of vet. Alleen het voordeel van stikstof kijk is... Kijk nou! Nee. Is dat, meen je niet. Dat het niet plakt. Dus het is niet vettig. Het is niet nat. En dat zorgt dus voor dat het niet op je handen plakt of blijft zitten. Het is natuurlijk geen goed voorbeeld wat ik doe. En weet je wat het rare is? Ga je nagaan wat je gedachten met je doet. Ik zie daar rook afkomen. Ik denk het is min zoveel graden. Ik vind het eigenlijk nog erger, enger dan die spin die ik vorige week op mijn hand heb laten lopen om dit te doen. Nou, ga ik er doorheen? Gaan we straks je angst wegnemen als je die aardbeien in mond stopt. Bizar, ja. Wat ga ik doen? Je haalt dus eerst het fruitprikje per stokje. Sprikken. Ja. Dippen. Dippen hierin? Ja, lekker dippen. En wat is dit? Lekker doorheen. Dit is een beetje geslagen room. Ja. En dan hou je per dip 5 seconden in de ijsfondue. Oké. 21, 22, 23, 24, 25. Nou, en na deze dip kun je nog een laagje ijs creëren. Ik zou lekker voor een chocola gaan. Ja? Oh, je maakt er wel iets super lekkers van, hoor. Nou. Oh, ja. En weer hetzelfde geintje. Telt u mee? Telt u mee? Seconden. Oké, daar gaat hij. 21, 22, 23, 24, 25. Nou, nu laat je hem eventjes uitroken. Ja. En dan kun je hem eten. En dan ben ik heel benieuwd of je dit nog net zo eng vindt als die spin. Ja, maar ik vind het eng om met mijn handen er doorheen te gaan. Omdat het dat kan ik begrijpen. Dit vind ik niet eng. Dat kan ik begrijpen. Kan ik nu wel proeven, denk je? Ja. Ja, je kunt hem al proeven. Verkocht. Kom jij eens hier? Een van de jongste gasten in het publiek die ik ooit gehad heb. Mag hij het ook even proberen? Ja, natuurlijk mag hij het proberen. Kijk eens jongen, stokje. Nou, stokje, je weet hoe het moet. Een aardbei. Een stukje fruit. Zo, jij kan het ook. Oh, wat is dit lekker. Ik ga het even omschrijven voor heel u thuis. Goed. Het 5 seconden erin. Het is A natuurlijk heel erg verrassend. 2, 3, het is, 4, ja, een, het lijkt een beetje op een ijsbonbon inderdaad. Ja. En je kunt natuurlijk met allerlei dipjes, met gesmolten karamel. Kan je daarbij? In de chocola. Gesmolten drop. Ja, en omhoog. Ja? Juist, en weer terug snel. Ja, kom maar. En weer terug. Ga maar hierin. Ga maar hierin. Je kunt natuurlijk met allerlei soorten fruit en dipjes kun je van allerlei combinaties maken. Ja? Ja. Ja. Zo, nou, en nou even... Enjoy. Wacht even, hè. De rook moet er even af, hè.
En wat voor recept heb je? Ik vind het zo leuk. Wat voor recept heb je hier nog meer? Ja, wat je bijvoorbeeld ook met die bol kan maken is een mojito sorbet. Ja? Dat is natuurlijk ontzettend leuk als je dat serveert in een limoentje. Nu kan je hem eten. Dan hebben we... Mojito is een cocktail, hè? Mojito is een cocktail. Ja. Dit noemen we de shocktails. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld ook een Bloody Mary sorbet maken. Ja, het ziet er natuurlijk fantastisch uit. Dit en lekker toch... mooi dicht bij het product blijven met het houdertje van het ijs. Ik vind het van... Kom hier heb ik een microfoontje. Hoe smaakt dat? Lekker. Lekker, hè? Ja, dat kan ik me voorstellen. Dank je wel dat je dit wilde doen. En volgens mij krijgt het hele publiek van jou gedurende ik de uitzending... Ik ga het hele publiek wat overheerlijke ijstapa's. Dank je wel. Wat een primeur, zeg. Fantastisch. Heerlijk. Dank je wel.